Maar belangrijk, jullie lachen nu nog, maar er valt weinig te lachen in Amsterdam op dit moment. Hoe kan dat allemaal, Jaap? Leg het even kort uit. Nou ja, de boel is daar gigantisch uit de klauwen gegierd de afgelopen 10 jaar. Kijk, 10 jaar? Ja, 5 jaar geleden speelde ze nog halve finale Champions League. Ja, nee, maar het hele proces heeft natuurlijk plaatsgevonden vanaf het begin. De fluwele revolutie was eigenlijk om weer een beetje balans in de club te brengen. Ik heb altijd gezegd, Ajax is geen voetbalclub, maar een club van voetballers. De voetballers hebben Ajax gemaakt. Johan heeft toen voor elkaar gekregen dat er acht... Jij mag Johan zeggen, maar... Ja, Johan Cruijff. Ja. Dat er 8 oud-voetballers in de ledenraad kwamen. Je had een technisch hart met 4 oud-spelers. En die elkaar het echt uitvochten, mag het worden, ja? Ja, nee, maar goed, dat was... Nou ja, dat is later. Dat ga je al. Ja. En had je in de RVC had je dan Leo van Wijk en Theo van Duivenbode. Ja. 14 mensen. Nou, wat hebben we nu gezien de laatste jaren? Dat, Jan van Alst. Met het vertrek van Edwin van der Sijs is die 14 gereduceerd naar 0. Hmm. En daar zit dus het probleem. Jan van Alst. Oh, oh. Maar dat zie ik niet als een echte Ajax-zie. Nee, met alle respect. Heeft toch 44 wedstrijden. FC Twente en FC 44 wedstrijden in Ajax 1 gespeeld. Hoeveel? 44. Oké. Okay. Ja. Okay. Een keer kampioen geworden, de beker een keer gewonnen. Nee, natuurlijk niet. Dat is natuurlijk helemaal geen Ajax-zie. Dat weet ik ook wel. Maar dat geeft dus aan hoe de situatie ontstaan is. Ik liet jezelf ook jezelf corrigeren. Nee, dat was een grap bedoeld. Ja. Ik ben fan van Maurice Steijn. Mag ik dat even zeggen? Ja, ik ook. Op basis ik van? Ook. Op basis van wat hij heeft gedaan. En op basis van het feit dat het een ongelooflijke mensenman is. Ja. En ik ben dol op mensentrainers. Zoals ook Ron Jans. Mm-hmm. Een geweldige vent is. En een geweldige trainer. En ik vind het onbegrijpelijk. Maar dan krijgt hij als verwijt. Ik vind het begrijpelijk, onbegrijpelijk dat die Mislint dat gewoon zijn gang heeft kunnen gaan. Inclusief dat... Voor mensen die het wisten, dat is dus de technisch directeur. De technisch directeur zeg maar, van Ajax. Ja. Dat hij gewoon zo zijn gang is kunnen gaan. Zonder überhaupt... Althans, als ik het goed heb begrepen, contacten hebben gehad met Steijn. Steijn werd gewoon geconfronteerd met een zak spelers die hij niet kende. Mm-hmm. Ja, maar met veel meer mensen is er geen contact geweest. Is met diverse spelers geen contact geweest met de scouting. Ook intern met andere gasten is er geen contact geweest. Het is, de scouting is laatst heet boos geworden, een paar weken geleden. Dat hebben ze ruzie gehad met die mensen. Er zijn gewoon spelers die nooit bekeken zijn, die puur op basis van data aangetrokken zijn. Ja. Ja, jongens, waar zijn we mee bezig? Sorry. Ja, en dat Steijn zei, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk Nederlandstalige jongens hebben en als het kan met jongens met een Ajax-verleden. Dat is wel lekker om daar een beetje weer omheen te kunnen bouwen. Dat is precies niet gelukt. Nee, maar goed, kijk, daarom zeg ik al, het is niet alleen Mislint dat. Het is natuurlijk de hele traject van mensen die hem ook aangesteld hebben. Daarvoor zijn mensen ook weer aangesteld. Ja. Voor de duidelijkheid, hij is aangesteld via een headhuntersbureau, begrijp ik, Thierry in de Vroet. En met name Van der Sar en Maurits Hendricks hebben daar wat van gezegd. Die vonden dat wel goed, toch? Ah ja, met name Maurits Hendricks. Die had hem ontmoet bij een presentatie van het bedrijf van hem. Oké. Daar waren die ook diverse Nederlandse voetbalclubs voor uitgenodigd. AZ, geloof ik, Feyenoord, Ajax en ik dacht ook PSV. En NOC-NSF, waar Maurits Hendricks toen werkte. Ja. En zo heeft Maurits is met hem in contact gekomen. Ja, en dus een man met een groot Ajax-verleden en een groot voetbalverleden toch ook, Maurits Hendricks. Ja. Hij speelde nog bij... Ja, ja. En hij speelde ook nog bij... Daarom zit het en hij woord, heeft ook nog gespeeld bij... Wat was dat ook alweer? Daarom zit het woord voetbal ook niet in zijn, in zijn functie. Het is een chief. Hoe kan je nou een hockeyer alle bevelen laten uitvoeren? Dat kan toch niet? Nou ja, maar goed, kijk naar de Raad van Commissarissen. Er zit een vrouw uit het handbal in, er zit een vrouw uit het hockey in. Ja, en de heer Eriga komt uit... Overal vandaan, uit Arnhem, waar hij dus ook Maurits Hendricks heeft leren kennen. Ja, dus dan heb je eigenlijk samengevat. Ja, nee, maar goed, het is ons kent ons en spelen elkaar de bal toe. Maar het is een proces wat in de hele Nederlandse topsport op dit moment plaatsvindt. Hè. Je ziet in het buitenland zie je de ontwikkeling van de topsport dat naar vernieuwend. Er is een hele enorme verandering gaande. En in Nederland gaat volledig voorbij. Je ziet dus, in plaats dat je dus visionairs... BNR Beurs, elke werkdag beursnieuws over wankelende banken. De lijst van schandalen, dat krijg je niet op een nieuwe wc-rol, zolang is het. Met de vooruitziende blik van een analist. BNR Beurs, speciaal voor de slimme belegger. Aanstelt, die zeggen, die in staat zijn om de volgende stap te maken. Zie je ook bij Ajax, maar ook bij NOC-NSF, dat je beroepsbestuurders... aanstelt, die vervolgens op de winkel gaan passen. Hmm. Maar in topsport houdt het in stilstand en dus uiteindelijk achteruitgang. Ja. En dat laatst met de hele discussie over geweest met NOC-NSF. Vlak voor Parijs ga je roepen, de ereplaatsen tellen niet meer. Nee. Het gaat om de verhaaltjes. Ja, maar dat is een trend... topsport uit het verleden. Ja, precies, het is breedte sport plus geworden. En dat zie je dus ook bij Ajax. Er wordt middelmaat aangetrokken. Er wordt iemand die krijgt een budget van 100 miljoen.
Ja, nou, ik heb gisteren even gekeken. Ik was gisteren bij de wedstrijd. Mm-hmm. Op de bank staat dus voor 55 miljoen aan waarde. Ja, maar dat is de verkeerde bank. Als ze dan nog op de goede bank had gestaan, had je het kunnen gebruiken. Maar het zit er gewoon niks te doen. Die krijg je geen centen voor. Die krijg je niks voor, nee. Maar was het ook een signaal wat hij gisteren afgaf? Door zoveel jongens op de bank te zetten en ook zo'n jonge jongen als Vos erin te laten komen. Zo van, we kunnen het beter zo gaan doen? Nou, daar zat dus wel volgens mij een hele duidelijke filosofie achter. Wat hij bij Twente miste, was dat jongens met hun hart speelden. Ja. En wat je dus gisteren zag, was dat hij echt gekozen heeft voor de Kenneth Taylor, voor de Vos uiteindelijk. Jongens met een rood-wit hart. Hij zei, oké, we moeten nu, de spanning zit erop. En nou gaan de jongens voor Ajax. En alle Ajax-ieden die hij tot zijn beschikking had in de selectie, heeft hij volgens mij ook opgesteld. Hmm. En je kan veel over de wedstrijd zeggen, maar er zat wel spirit weer in. En verder moeten we er niet over praten. Want voor de rest was het een vreselijke chaos. Zou ik net zeggen, bij die tegentreffers daar zag je meteen algehele paniek. Ja. Wie gaat er eerder uit, Stijn of Mislintat? Wat denk jij, Huub? Oh, echt, no doubt. Geen twijfel, Mislintat. En snel ook. Ja? Snel weg, ja. Ik ben van overtuigd. En ik sprong echt van de bank toen die Vos een paar acties had waarvan ik dacht, yes! Dat is een echte ASC. Wel jammer dat hij gelijk rood pakte ineens. Ja, maar dat maakt me niks uit. Dat is de spirit. Dat ik is goed. Zelfs applaus er niet vanaf. Ja. Maar het was natuurlijk ook een beetje pijnlijk. Want die Tahirovic die erin stond, dat zag je ook. Die kwam handelingssnelheid tekort. Ja. En die wordt vervangen vervolgens door een jongen uit de jeugd. Ja, en die kan meteen meegaan. In ieder geval qua handelingssnelheid en qua techniek en zo. Dus dan denk je ook van ja, weet je, hoe kan je nou iemand als Mislintat zonder AXDNA, zonder, maar ook geen spatje erin, hier de complete regie over deze club, over dit instituut geven. Ja. En dan zie je dus wat het resultaat is. Het is echt een drama. En dit lek is nog niet boven. Hoor. Dit is veel verder dan wat er in 2011 met de fluwele revolutie gaat. Dat was nog een grapje, was dat. Wat? Dat het lek boven was. Ik bedoel, dat zijn allemaal grapjes. Maar ja, dat moet je maakt ook niet van. Ik hoop dat Maurice de tijd krijgt om het allemaal. Dat is de grote vraag. Want het bleek dus al zo te zijn. Volgens mij heb je het ook gehoord dat Mislintat al een keer bij Maurits Hendricks had gezeten. En volgens mij bij Heringa en Jan van Hals met het verzoek, gooi Stijn er maar uit. Want die heeft geroepen dat ik geen goede spelers heb gehaald, toch? Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gehoord. Ja. En het zou natuurlijk van de gekken zijn dat daar begint. Ik zou gewoon aan de top beginnen. En dus nu de bestuursraad van de week aan. Wie gaat dat doen? Nou, de bestuur. Ja, dat is. Nou, raak je een teerpunt. Ja. Het is natuurlijk niet wat bijvoorbeeld om iemand nieuwe technisch directeur te benoemen. Daar los je het probleem niet op. Nee. Hier moet een voetbal. Niet een technische staf of een selectie geleid worden. Hier moet een voetbalbedrijf worden geleid. Maar dus je begint aan de top. Alex, maar waar begin je? Pas in maart, april beginnen volgend jaar. Die heeft dat concurrentiebeding van AZ. Ik heb al begrepen dat die denkt, ook al bij zichzelf, waar moet ik in godsnaam beginnen? Nou. Want het is, wat ik je net aangaf, het is van 14 naar 0 gegaan. Ja. En iedereen heeft erbij gestaan en ernaar gekeken. De ledenraad, de bestuursraad. Dus er zijn nogal wat mensen die verantwoordelijk hiervoor zijn. Ja, het aparte is wat je zei ook over Stijn net, Huub. Die probeerde wel allemaal Ajax-ieden erbij te halen. Die heeft het met Wesley geprobeerd en met Rafael geprobeerd. Ja. En die wilde dat dus wel, dat DNA een beetje terugbrengen. Maar ik begreep dat ook al een probleem was. Maar wat Huub ook zei, dat is een hele... Ik vind het een hele fijne persoonlijkheid die wel aanvoelt hoe ze omgeving in elkaar zit. En daarom zou ik Stijn als laatste eruit gooien op dit moment. Op dit moment zit er echt. Nou ja, we hebben het nu ook met Maurits Hendricks. Iemand die perfect een losersvlucht kan organiseren. Ja, dat is er heel goed in. Ja. Maar wie zou dan Stijn moeten ontslaan? Doet dan Hendricks dat? Of doet Pierre Eringa dat? Of moet Jan van Hals dat doen? Wie gaat dat doen eigenlijk dan? Dat moet in principe Mislintat dat doen met toestemming van de RVC. Hmm. En die RVC kan er niet door die nieuwe bestuursraad nu uitgemikt worden? Want die is nu net aangesteld. Dat zou kunnen, toch? Of niet? Nee, de nieuw benoemde bestuursraad kan de RVC eruit gooien. Oké.